Een week geleden trokken er krakers in de voormalige Poldertrots, een basisschool in het pittoreske Waverveen die gesloten werd wegens een tekort aan leerlingen. De gemeente is eigenaar van het pand en heeft direct stappen ondernomen. Het is in Nederland zo dat als een pand gekraakt wordt, dan moet je eerst aangifte doen. En vervolgens kun je dan een uitzettingsprocedure beginnen om de mensen die een pand gekraakt hebben via de rechter te verzoeken om het pand weer te verlaten. Een procedure die veel tijd kost en die volgens de krakers helemaal niet nodig is. Ja, we hebben de gemeente meerdere verzoeken nu gestuurd om met ons om de tafel te gaan, om ons gebruik eventueel te legaliseren en een contract te tekenen om ook water, gas, licht te kunnen betalen. En, we proberen het netjes aan te pakken, maar tot nu toe hebben we nog geen reactie vanuit de gemeente. De gemeente wil eigenlijk van het pand af en heeft het enige tijd geleden te koop gezet. Maar waarom is het dan nog niet verkocht? Midden in landelijk gebied, dus we hebben hele scherpe richtlijnen van de provincie Utrecht, wat daar wel en niet mag op die plek. Dus dat betekent dat er wel geïnteresseerden zijn, maar dat er enorm gepuzzeld wordt op wat er precies mogelijk is. En we hebben goede hoop dat dat gaat lukken. Alleen ja, dit is wel even een kleine kink in de kabel dat er nu mensen in zitten. Wat de gemeente zo'n probleem vindt, daar hebben de buren helemaal geen bezwaar tegen. Zij zijn juist blij met de intrek. Op de eerste buurtborrel kwamen tientallen geïnteresseerden langs. Het is natuurlijk denk ik best een beetje een schok geweest voor sommige mensen dat wij hier opeens zondag aankwamen zetten. En inmiddels zijn de meeste buren al helemaal bijgedraaid. Ze zijn er positief over, ze zijn blij dat er wat gebeurt. Ook in Meidrecht staat een schoolgebouw leeg. Daar heeft de gemeente nu hals over kop tijdelijke bewoners laten huisvesten. We kregen klachten uit de buurt dat daar de kans op verloedering door de leegstand aanwezig was. Dus we hebben daar tijdelijk huurders ingezet via een zogenaamde anti-kraakwacht. In Waverveen waren die signalen er niet. Daar was niets aan de hand. De gemeente betreurt de gang van zaken en gaat verder met de procedure. Tot die tijd zal het bruisen van de evenementen in Waverveen. Er was een oude man dat hier vroeger de buurtvergaderingen ook plaatsvonden. En dat soort dingen moet eigenlijk gewoon nog steeds kunnen gebeuren. Want daar is de ruimte voor en daar staan wij ook nou open voor. En hier is een groot plein waar de kinderen kunnen spelen. Er kunnen eventueel rommelmarkten en dergelijke plaatsvinden. Dus samen met de buurt dingen doen.